Als inwoner van de gemeente Den Haag heeft u een hoop rechten, maar ook een paar plichten. Eentje daarvan is dat u zich bij ons inschrijft als u hier komt wonen. De gemeente houdt namelijk een administratie bij van alle personen en gebouwen binnen de grenzen. Dat is belangrijk, want heel veel instanties maken gebruik van deze gegevens, zoals politie, justitie, de sociale dienst of studiefinanciering. Kloppen uw gegevens niet, dan kunnen zij u niet bereiken. Bent u nieuw in de gemeente? Gaat u verhuizen of juist verbouwen? Als uw leven verandert, veranderen ook uw gegevens. Meld u dat aan ons, want de juiste gegevens, daar blijft u zelf verantwoordelijk voor. Klopt uw inschrijving niet, dat merkt u snel genoeg. Bijvoorbeeld doordat u geen stembiljet ontvangt, doordat u geen parkeervergunning kunt aanvragen of dat u geen post ontvangt terwijl u die wel had verwacht. Een onjuiste inschrijving kan grote nadelige financiële gevolgen hebben voor de nieuwe en oude bewoner. Wat doe je als het niet klopt? Dan kan de gemeente u helpen, maar u kunt ook een aantal zaken zelf checken. Ga naar mijnoverheid.nl en u ziet hoe en waar u staat ingeschreven. Ga naar ingeschreven. En u ziet of uw huis juist staat vermeld. Of overleg met uw huisbaas. Is het nog niet helemaal duidelijk wat u moet doen? Check dan eerst de meest gestelde vragen op onze website. Mochten er dan nog steeds zaken niet kloppen, neem dan contact met de gemeente op. Tot een volgende keer!